Hoi, leuk dat je kijkt naar Paardenpraat TV. Een tijdje geleden postte ik deze foto op mijn Facebook en op mijn Instagram account. En iedereen die vroeg toen, wil je alsjeblieft een video maken? Wil je alsjeblieft een shoplog maken over al dit? En vandaag ga ik dat voor jullie doen. Misschien hebben jullie wel eens gezien dat ik soms een jas draag met het logo van ons bedrijf erop. En we hebben ook wedstrijdspullen en dekjes en polo's en petjes. En dat is zodat je kan zien dat we van dressuurstal de Ruiter zijn. Als we ergens een kliniek geven, dan dragen we dat. Maar eigenlijk hebben we dat helemaal niet van Paardenpraat TV. En dat is best raar, want ik ben ook gewoon trots op Paardenpraat TV. En dat is ook ons ding. En ik wil ook gewoon een jas met Paardenpraat TV erop. Maar dat had ik niet. En nu heb ik dat wel. En het is echt super cool. En ik ga het nu aan jullie laten zien. Ik heb grijs en ik heb deze rijbroek en hij is heel cool. Kijk, hij is grijs en hij heeft op de zakjes, het zijn wel glitters, maar het zijn een soort steentjes. Je kunt het echt voelen, er zit een soort 3D-structuur op of zo. En dan aan de achterkant heeft hij ook zakjes met datzelfde, ja, diezelfde steentjes bijna. En hij is heel cool en hij zit heel lekker met een leren zitvlak. Ook met grijs, dit vest. En het coole hieraan is dat aan de achterkant staat Paardenpraat TV! Yay! En hij heeft hier glitters op de capuchon. En aan de zijkant staat Kingsley en aan de andere kant staat Donadeo. En hij is gewoon mooi geborduurd en mooi met dat zilver. En ik vind dat hij dan mooi past bij de grijze rijbroek. Deze broek, ik heb altijd al zo'n spijkerrijbroek willen hebben. Maar dan niet zo'n hele stugge, want vaak zijn die heel hard. En eentje die gewoon echt op een spijkerbroek lijkt. En deze lijkt echt op een spijkerbroek, want hij is zo mooi. En er zitten ook chokerharen aan, want ik heb hem echt al heel vaak gedragen. Ook gewoon in huis. Kijk, en hij heeft hier zo'n beetje van die blauwe steentjes. Dit is zo de achterkant. En ik vind het ook wel mooi dat hij dan een donkerblauw zitvlak heeft in plaats van een zwarte. Want dan, ja, dan valt het niet zo op. En bij blauw heb ik dan ook nog... wacht, deze eerst. Deze. Dit is polo. En er zitten kleine paardjes op. En het doet me een beetje denken aan het Paardenpraat TV logo. Dus die is ook heel cool. En hij is van een heel lekker licht... lossig stofje. En ik heb het dus altijd heet als ik moet paardrijden. Echt altijd. Als het vriest, dan rijd ik gewoon nog steeds in mijn korte mouwen. En ik heb met datzelfde printje heb ik dan deze. Dit is een soort vestje, maar hij is heel licht en luchtig en dun. Dus ik denk dat als ik dit aantrek, dat ik dan gewoon in lange mouwen kan rijden zonder dat ik het heel snel heet heb. En dan heb ik met hetzelfde printje, printjes zijn heel belangrijk, sokken. En... een donkerblauwe jas met Paardenpraat TV erop. Jee! En deze heb ik ook al heel veel aangehad en hij is gewoon mooi. En nu kunnen we tenminste gewoon in Paardenpraat TV spullen naar een event. Of dan kan ik er gewoon mee rijden en mee op wedstrijd. En ja, dat is gewoon cool. Dan heb ik nog iets met blauw. Deze rijbroek. Deze is dan zonder leren zitvlak. En dan wel met hier, zeg maar. En dat is dus zo'n kleur blauw. En dan... zeg maar dezelfde kleur als de zitvlakjes. Dat zit dan ook langs de zakjes. En aan de achterkant ook. En dan heb ik van dezelfde kleur een bodywarmer. Met dezelfde kleur. En dan met de capuchon. En die capuchon die kan je er helemaal afritsen. En op de achterkant staat weer Paardenpraat TV. Yay! En we hebben iedere keer zeg maar het paardje en het randje van het logo hebben we in een ander kleurtje gedaan. Dus deze is dan ook met donkerblauw. En hier staat ook weer Paardenpraat TV op. En hij is zo mooi. En hij past hier zo goed bij. En hier kan gewoon onder wat je wil. Dus lange mouwen, korte mouwen. Even iets anders. Deze zijn heel mooi. En zijn heel mooi. Deze schoenen zijn van Donadeo. En dat is eigenlijk een laarzenmerk. En ze hebben ook stalschoenen. Maar ze hebben dus ook gimpen. En dat had ik nog nooit eerder gezien. Dat een paardenmerk ook gimpen heeft. Want dan kan je ze dus ook gewoon aan voor gewoon. En ze zijn zwart met bloemtjesmotief. En ze lopen heel lekker. En er zit ook zo'n speciale ronde zool in, zeg maar. Dus dat is voor mij nu heel goed. Ook voor in het revalidatiecentrum. Omdat je dan beter moet leren lopen. Dat die goed afrolt. En dat, daar wordt de fysiotherapeut weer blij van. En ik word er blij van. Omdat ik ze gewoon mooi vind. En dit is ook zo'n soort spijkerachtige rijbroek. Maar dan zwart. En hier zit overheen een soort bloemetjesmotief. Maar het heeft een soort structuurtje, zeg maar. Het is heel apart en het glanst en je moet het eigenlijk gewoon even voelen. Maar dat hebben ze nog niet uitgevonden dat dat kan. Zwart met
zilveren ritjes. En omdat ik dus nog geen Paardenpraat TV oranje item had, dacht ik, waarom doen we daar niet gewoon een Paardenpraat TV oranje shirt op? Dus ik heb een Paardenpraat TV oranje shirt en die kan ik dan zo samen dragen. Even kijken, eerste rijbroek. Deze. En op de zakjes zit een soort printje. En dit heeft ook zo'n structuurtje. En het voelt alsof het rubber is of zo. Het voelt heel gek. En hier zitten dan ook van die mooie bronzen dingetjes op. Hoe heet dat? Stuts heet dat zo? Volgens mij wel. Oh, en hier zit het paardje. Een zeepaardje aan de binnenkant. Zou je ook op een zeepaard kunnen rijden? Deze, dit is een kooltruitje in dezelfde kleur. En de rit zit aan de zijkant. En dat heb ik eigenlijk nog nooit eerder gezien, maar het is gewoon heel cool. En dan hebben we aan de achterkant een gouden paardje en Paardenpraat TV logo. En die hebben we dit keer ook in het goud gedaan, zeg maar. En dan gewoon helemaal goud, dat het dezelfde kleur is. En deze zit echt super lekker. En dit is ook weer zo'n dunne sportachtige stof, zeg maar. Dus een beetje alsof je gaat sporten en dat je dan zo'n luchtig truitje draagt. En als je dan zweet, dat het dan ook gewoon heel snel opdroogt. En ja, dat is gewoon handig. Deze jas, die echt heel mooi is. Hier kan trouwens ook de capuchon weer af. En hij heeft zo'n beetje zo'nzelfde bronzenachtig glansje. En aan de achterkant staat ook weer Paardenpraat TV. En dit hebben we gedaan met een soort van bordeaux rood. Dus hier zou ook nog bordeaux rood bij kunnen eventueel. Deze set is nog ietsjes uitgebreider. Daar hoort ook bij een dekje en bandages. Kijk, ik heb dit dekje. Dan moet ik hem eigenlijk even zo doen. Dit is zeg maar van hetzelfde merk. En dan hier zitten diezelfde bronzige stut, zeg maar, die ook in die rijbroek zitten. En dan met zo'n beetje roze, rosé-goudachtig randje. En dit heb ik dus nog nooit gezien. Maar als je hier aan voelt, dit voelt als een soort leer of zo. Heel gek. En dan aan de achterkant, aan de andere kant, is Paardenpraat TV logo. Jee, weer. En dan zeg maar met roze zoals we ook aan de zijkant hebben gedaan. En het is zo mooi. En ik heb mijn eigen Paardenpraat TV dekje. Bij het dekje hoort deze bandages. En die zit in zo'n hele mooie doos. En overal zit dat zeepaardje op. Dit zou ook een heel mooi kerstcadeautje zijn. Kijk hoe mooi zo in die doos. En ik wil ze altijd in die doos bewaren. En dan trek je hier aan. Oh, ja, gaat goed. En dit zijn dus bandages, donkerbruine. En ze hebben dan de sluiting, heeft hetzelfde randje als het dekje. En ook weer diezelfde stut. Ze zijn zo mooi. En ik heb dit dus allemaal. Ik heb het gedragen allemaal al. Maar ik bewaar het zeg maar binnen in huis. En ik heb het heel lang op de tafel in de kamer laten liggen, zodat ik er elke dag naar kon kijken. En deze heb ik nog steeds binnen staan, want ik heb ze nog niet bij Halloween omgedaan. Omdat ik bang ben dat hij ze vies maakt. Maar ik ga het maar gewoon doen. En dan twee dingen die ik wel al heel veel heb gebruikt. Dit halster, ik zal hem trouwens even dichtmaken. En dit is een hele bijzondere kleur. Het is een soort rood-bruin, zeg maar. En ik heb al eerder een donkerbruin leren halster gehad. Maar dit is echt met zo'n beetje rood erin of zo. En de sluitingen zijn zo zilver zwartachtig. En hij is heel mooi en hij staat ook gewoon super mooi. En ik gebruik hem als wedstrijdhalster voor Halloween of voor als die mooi en sexy moet zijn, dan doe ik hem ook om. Dan heb ik ook nog deze. En deze is niet zo mooi opgevouwen, want hij is net gebruikt. Dit is diezelfde roodbruinige kleur en dan weer met die donkere zwartachtige sluitingen en met mooie glim. En dit is niet wit onderlegd. Soms heb je wel eens dat hier zo'n wit onderleggetje onder ligt. Maar dit is crème kleurig. En dat is echt super mooi. En hij is voor Halloween. En hij heeft hem ook al heel veel omgehad. En dit staat gewoon super mooi. Want hij is dus eigenlijk donkerbruin. Hij is echt heel donkerbruin. Maar hij is nu geschoren. En hij heeft nu zo'n hele beetje koffieverkeerdachtige kleur, zeg maar. En het staat gewoon heel chic. En ja, het staat gewoon heel chic. En ik ben er zo blij mee. En het is zo mooi. En oh,
Het is zo leuk, ik ben er zo blij mee. Ik heb eigenlijk nog twee dingen, maar daar moet ik nog een paar weken op wachten. En als ik die dingen heb, dan wil ik eigenlijk een unboxing video maken. Als je dat een leuk idee vindt, laat het achter in de comments en dan kan ik het misschien wel gaan doen. Ik ben er echt super blij mee met alles en ook gewoon dat ik nu gewoon Paardenpraat TV spullen kan dragen. Als je wil weten waar dit van is, dan moet je even in de beschrijvingsbox kijken, want daar zal ik de link zetten naar de webshop. Want het is allemaal van Kolen Ruitersport. Ja, ik ben er gewoon super blij mee en voorlopig mag ik dan nog even niet rijden, maar dan doe ik gewoon alles aan bij mijn paard en dan ga ik er zelf in het set naast staan en dan horen we toch bij elkaar ofzo. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei!